En zoals ik u voorspelde, hij heeft 15,8 seconden achterstand op Jarno Trulli. Fisichella zit op 4,8 seconden. Dat is iets minder dan het was. Allard. Ja, waarbij Ambrose volgens mij nog lang niet aan een pitstop gedacht wordt. Barrichello heeft een probleem, Allard. Barrichello heeft een probleem. Ik ga er wel over beginnen. Nu komt hij namelijk langs. En ik zal maar ook boven de dingen uitkomen. Dat ik niet denk dat Rubens Barrichello deze wedstrijd gaat uitrijden. Bij Arrows lijkt het er vooralsnog op dat dat gewoon wel gaat gebeuren. Want hier alleen maar tevreden gezichten over twee auto's die nog in de wedstrijd zijn. Rubens Barrichello terug te aarde. Het is al gedaan. Het is gedaan. Een buitje zelfs aan de onderkant van het bodywork. Oei. Drama. Een sprookje mag niet zo zijn. Vorig jaar reed hij uit mijn hoofdje voor het allereerst in zijn leven aan de kop van een race. In de Stewart. Even kijken hoe ik snel kan vinden van vorig jaar. Toen ging hij stuk. Toen was het gedaan. Toen moest hij ermee ophouden.